Hersenonderzoek.nl heeft ons daar ontzettend mee geholpen. Ik ben Laura, ik ben een PhD-student en ik werk op de motorstudie. En wij doen onderzoek naar de effectiviteit van hardlooptherapie versus antidepressiva in de behandeling van angst- en depressiestoornissen. Hersenonderzoek.nl heeft ons geholpen om eerst samen een aantal basiscriteria te formuleren. Daardoor konden zij uitnodigingen uitsturen naar wel 200 mensen die mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor ons onderzoek. Daarvan heeft ongeveer de helft gereageerd. Dus we hadden ongeveer 100 mensen over, waarvan 50 ook echt interesse hadden in de deelname die wij konden gaan benaderen. En daar hebben we op doorgevraagd door middel van een pre-screening. En zodoende hebben we 15 mensen daarvan uiteindelijk kunnen includeren in ons onderzoek. En wat daarvoor dus heel erg belangrijk is en waar hersenonderzoek.nl een hele grote rol in heeft gespeeld, is om eerst die grote aantallen aan het begin en die uitnodigingen uit te kunnen sturen. Zodat wij in een korte periode deze mensen konden laten deelnemen aan onze studie.